Goedemorgen, middag en avond, beste mensen. Dit is Veldhuis 94. Vandaag ben ik weer eens in Mario Kart 8 samen met mijn buddy, mijn bro, mijn gozer, Lucas van Lucasfilm door. Zeg eens wat. Hey, hallo. Ja. Ik ben de compaan met wie Bastiaan altijd natuurlijk de DLC-golfjes gaat doen in Mario Kart 8. Ja, hartstikke leuk allemaal. Daar ben ik weer. Bro, dat is die zeker. Welkom hem terug op mijn kanaal. Weet je hoe je hem goed kan verwelkomen? Door naar zijn kanaal te gaan en daar te abonneren. Maar natuurlijk niet voordat je op mijn kanaal hebt geabonneerd. Dus. En de video hebt gekeken. En dan naar de cup op mijn kanaal. Yay! Yes, exact. Dus we gaan weer nieuwe races doen. We hebben weer een leuk gimmickje verzonnen. Die gimmick is dus dat wij niet onze ZR-knop gaan gebruiken. Dus dat houdt in niet driften en we moeten stunten niet? Door te schudden. Mm-hmm. Oh ja. Dat is toch wel een hele grote hoop onzin waar wij weer mee op de proppen zijn gekomen. Ja, maar dat maakt het juist spannend. Dus, Lucas, als ik u mag verzoeken om de nieuwe cup te starten. Oh ja. Dan. Ik ben ermee starten. Het is mijn kamer. Gaan wij er tegenaan? Ja, ja. 150 iedereen voor zich. Normaal CPU moeilijk. Alle voertuigen vier races. Je zou het zeggen. Let's go. Dus, dit was. We hebben eerst de cup op Lucas' kanaal gedaan. Dus als je het in de goede volgorde wil kijken, moet je eerst even naar zijn kanaaltje gaan. Terugkomen. En dan inderdaad terugkomen. Vooral terugkomen. Hey, hallo. Welkom terug. Ja, goed zo. Madrid rit. We zijn er weer, yes. Madrid rit. Dat is de eerste. Laten we er tegenaan over gaan. Over de markt en door het Santiago Bernabeu. Oh ja. Ben heel benieuwd. Maar het was een hele rare ervaring. Een ervaring die wij hopelijk nu gaan voortzetten. Madrid rit. Wat een kutnaam. Oké, let's go. Dus niet driften. We hebben wel stuur op aanstaan. Anders dan vliegen we uit iedere bocht. Dus dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat is ook niet tof. Nee, precies. Maar zo is het nog een beetje te doen. We hebben al ontdekt dat het inderdaad zo al een goede uitdaging is. En je moet ook goed in de gaten houden wanneer je kan stunten. Want daar krijg je dus je boosts uit. Ja. Oh. Maar wat wel leuk is dat het mogelijk. Oh ja, Hitler. Klein. Oh, damn. Hello. Hallo. Meneer, u ligt een beetje je kan een stuk minder goed manoeuvreren ook. Want natuurlijk, daar gebruik je dan je R-knop voor. Ook. Oh, bommetje. Dit is mijn kans. Oké, is dit een winkelcentrum of zo? Ah! Oeh, ja, je moet de buitenbocht nemen, hè? Dan grijp ik natuurlijk mijn kans. Ja. Oké, je ziet hoe raar dit is gewoon. Je kunt een stuk moeilijker, zeg maar, snelheid maken. Het is mogelijk om een mini-turbo te krijgen. Vlieg op met je. Ja. Doemetje. Het is mogelijk om een mini-turbo te krijgen, maar dat duurt veel langer. En het leuke is. Dat wist ik niet eens dat mogelijk was. Dat wist hij niet tot mijn video. Tot ik het daar deed en benoemde. Nou, precies. Moet echt. Oké, ze wachten tot ronde 3 met Bernabeu. Ik zie het wel op de kaart. Oh ja, het stadion. Oké, interessant. Ik zie het de Vos leuk. Ik ben enorm fan van Sier de Vos, de voetbalcommentator. Nederlands, wel veel in de Spaanse competitie. Oké. Dus, en hij is bekend om zijn anekdotes over restaurants en zo. Dus, hij is ook echt met voetbal te maken. Maar hij zal er ook niet. Het zal. Ja, moet je te hard concentreren. Ja. Ik hoor het. Ondertussen. Hij zal ook niet schuwen om op een moment te vertellen dat. Het Santiago Bernabeu. Dat is. Daar kun je doorheen rijden in Mario Kart. Ik probeer hem na te doen, dat lukt niet echt goed waarschijnlijk. Maar... Ach, je probeert eens iets. Ik ken hem niet. Dus, ik weet dat Bastiaan niet vaak edit. Nee, dat gaat hij niet. Hij laat voor meestal de plain footage zien. Dit gaat op zo zijn manier. Als nou ik editen, dan zou het erin blijven, man. Sorry hoor.
Nee, maar ik bedoel dat, dat die een echt fragment van Siert ernaast of oh, op die manier. Juist, ja. Oké. Okay. Nou, weet je wat? Als jij er misschien een uitkiest, dan zal ik hem erin zetten. Deal. Hier staan we natuurlijk voor Santiago Bernabéu. Het mythische stadion van Real Madrid. Santiago Bernabéu, oud-voorzitter, een jaar of 40. Was ooit zelf speler. Was een goede spits. De enige iedere keer dat in 20 dagen de Clásico vier keer werd gespeeld, 1915, 1916, maakte hij er een stuk of zes. We hebben het heel weinig over voetbal gehad tot nu toe, maar u weet wel wat meer van Madrid als u een keertje komt. Oh shit, we zijn al klaar. Yes! Oké. <Okay. laughs> Oh, je bent toch eerste. Nou, het ging bij mij best lekker eigenlijk, want ik had wel moeite in die andere cup, maar het ging nu best prima. Oké. Okay. Oeh, Rosalina's ijsplaneet. Die Engelse naam die valt tegen in deze... Hoe was die ook alweer? Rosalina's Ice World. Dat is echt zo generiek. Maar dan ijsplaneet, dat slaat ineens wel veel meer ergens op. Want ja, Rosalina is de... Mario Galaxy natuurlijk. Moeder van het universum. Exact. En bij een planeet, dan denk je aan het universum. Rosalina's Ice Planet klinkt toch sowieso een stuk beter. Dat is wel... Dat komt eigenlijk nooit voor dat Nederland een betere naam krijgt dan de Engelse talige versie. Ja. Want goed. Ik ben het wel helemaal met je eens. Maar mensen klaagden over deze omdat ze een schijnbaar hele saaie track vonden. Komt uit Mario Kart 7. Maar ik vond het juist ook wel leuk. Oh, blijf verkloten. Oké, een halfpipe. Stoer. Tuurlijk, joh, verzin het maar. Oh, dat is niet slim. Oh, nou, weet je, is niet zo heel erg. Oké, daar kan je stunten, prima. Oef. Nou. Krijg ik er tegen zo'n ijs. Ja. Maar echt, je zag hem afbuigen, dus hij richtte zich echt op die ijspilaar. En dan denk ik, jongen, doe je taak. Shortcut. Hier is er niet in Mario Kart. Nee. Ik kan er niet op. Mario Kart Tour bedoel ik. Ik zag hem ook, ik heb hem geprobeerd, maar ik kan er niet op met de stuurhulp. Nee. Nou, weet je ook voor de volgende keer. Maar waarschijnlijk is het ook een off-road shortcut. Oh, dat zou kunnen, ja. Dat dus had ik niet alleen met Mashies. Had ik niet zozeer gezien. Oh, onder water. Het eerste deel breekt af, daarom haal je de bovenste. Dat ijs. Om daar bovenop te rijden, dat haal je nooit meer. In ieder geval niet normaal, misschien wel met een mushroom nog. Maar... Okay, daar hebben we nog niet genoeg baankennis voor. Oh, sterretje, pardon. Zegt u het maar. Wie weet wat dat worden gaat. Nou. Lullig hoor, die moest mij hebben. Word je meteen weer ingemaakt als die ster voorbij is? Ja, ik krijg een piranha-palm tegen mijn klauwen. Dat is toch gewoon geen stijl. En een groen schild, jongens. Ze moeten mij hebben, gewoon. Dit is persoonlijk. It's aan de kant. Personal. It's just good business. Aldus Lord Beckett. Hey, ik heb de overkant gehaald en alsnog rijk het water in. Maar dat geeft niet. Zoveel langzamer is dit niet volgens mij. Rommel. Hooguit wanneer je iedere seconde... Yes. Tot leven. Wendy een optater gegeven. Oké, je boy kreeg nu een super shroom. Kijk of dat ook uithaalt. Oh, die CPU's nemen ook de shortcut. Ja, nou, dan is het voor mij al gedaan. Poeh. Ja, kan wel zeggen. Nou, maar goed, dit is par for the course. Dit is wat wij kennen. Ik had Bowser's één keer... Kasteel 3 van de SNES. Oh ja, ja. GTA 3 van Bowser's Kasteel zat op de Wii. Nu dus de SNES. Oh, de GBA 3 was dat inderdaad. Ja, ik was al in de war. Ja. Yes.
Let's get it done. Dus deze ken ik nog een stukje minder goed. Hij is wel, heb ik het idee, veel hoekiger. Dus... Jezus. Oh, wel één grote ronde bocht. Dit is wat ik... dit is niet hoe ik wat me herinner inderdaad van Bowser's Castle uit van de SNES, hoe dit eruit ziet. Oh, het is antizwaartekracht. Ik dacht een vliegramp. Wat hebben ze hiermee gedaan? Jezus! Oh, dit is gaaf! Ha! Ja. Hier hadden ze natuurlijk op de SNES nooit de kans toe. Nee, niet echt, nee. Oh, maar dit... Oh, dit je ging wel soms de lucht in, even. Jongen, dit is zo stoer. Toen nog nooit kunnen vermoeden. Oh, je kan ook over die muren heen rijden. Die lange muren kan je overheen. Yo! Oh, deze zit toch wel in Tour. Alleen ik kan niet onthouden welk nummer nou welke is. Altijd. What? Ik kijk mijn ogen uit, man. Dit is echt. Dit had ik niet verwacht. Oh. Oké, weet je, ik had zoiets van waarom moeten ze een SNES track toevoegen? Die zijn meestal saai, maar dit is reuze gaaf dit. Als je zoveel potentie heeft om nog leuke dingen mee te doen. Juist. Dan is het niet erg. Wat? Even uit de weg. Hey, blauw toevoegen naar speler 1, jongens. Niet naar Little Old Me. Zo, lekker veel boostpaneeltjes op die muren. Wow, fuck. Dus dan heb je geen mini-turbo's nodig. Ja, klopt. Voor de snelheid in ieder geval niet, maar voor je manoeuvrability. Aha. Je manoeuvreerbaarheid. Bewegelijkheid is het wel handig als je toch wat kan rondhoppen met de R-knop. Mm-hmm. En dat missen we. Ik wil dat niet activeren, mijn superhoorn. Zien jullie weinig van overigens, want dit is natuurlijk Bastiaans video. Ja, daarover gesproken. Ik ga niks zeggen over de positie die ik nu in de race bevind. Want dan heb je kans dat ik de goden verzoek. Maar dit gaat de traditie tegen, om het zomaar even uit te drukken. Oh nee, hij wint. Oh nee. Oh. Yeah, baby. Ja, baby. Baby. Eindelijk. Volgens mij is dit wel de eerste... Nog binnen. Volgens mij is wel dit wel de eerste keer dat ik eerste word in mijn eigen video van deze. Ben dus, je dat nou? Nou, dat wil ik niet. Ik wil niet zeggen, ja, dat is zo. Maar het heeft wel dat gevoel in ieder geval. Oh, nog één kans dan om het over te doen. In deze serie althans. Wii Rainbow Road. Oh ja, dat is natuurlijk het allerlaatste. We hebben gewoon alle cups gehad. Dan zijn ze allemaal uit en dan hebben ze allemaal gespeeld. Nou, we gaan nog wel andere leuke dingen doen, hoor. Denk ik wel, hoor. Denk het wel. We vinden wel wat. Kom maar goed. Ja, we hebben ideeën, maar... Je zult ze zien. Ja. Als je abonneert en onze kanalen blijft volgen. Bijzonder anders uit. Kon je die bocht ook zien in de Wii-versie, direct vanaf de start? Dat idee heb ik helemaal niet, namelijk. Nee. Dan sprong je gewoon naar het donker met de moonjump. In time trial althans. Dan ging je vliegen. Dan zie je ze vliegen. Haha. Ja. Ik stil gewoon show hier op jouw kanaal. Dat doe je ding hoor. Dat was hier. Dat was hier echt. Misschien mezelf met name vliegen. Bastiaan is de star. Ik ben de ster op beeld, hè. Wat jij doet, moet jij weten. Hoppatee. Hey, dank je voor deze creatieve vrijheid. Ja, man, laat je YouTuber-ziel tot volledige uiting komen, hoor. Oké. Let's go! Oh, het boostpaneel zit aan de andere kant. Op mijn route althans, jij nam de andere. Yes. Deze remix gaat ook wel snoeihard, eerlijk gezegd. Ja, de origineel. Het origineel was ook wel goed. Het origineel gaat ook snoeihard natuurlijk. Dus, ja. Staat in mijn playlist. Klopt gewoon. Over het algemeen, Rainbow Roads. Muziek gaat hard gewoon. Per definitie.
echt, ik heb volgens mij DS en Double Dash ook in mijn playlist staan. Weet je wat die ook? Die zijn ook echt steengoed. 7 is ook geweldig. Oh ja. Supergoed. '64 is ook echt heel goed in de publieke opinie. Zeker, ja. Ik vind hem iets te kalm, eigenlijk. Maar, klopt. Maar die race zelf is wel ook goed. Die race zelf is ook vrij kalm, eerlijk gezegd. Rainbow Road 64 is niet heel interessant, zeg maar. Ja, ze hebben hem in 8 hebben ze hem interessanter gemaakt. Ja, hier hebben ze. Oh, final lap! Ja, de laatste. Laatste ronde van de laatste baan in de laatste DLC. Golf. Snik. Geen nieuwe ervaringen meer in Mario Kart 8. Nou, laten we even hopen op Mario Kart 9. Ooit. Ja, dat bedoel ik. Vanaf nu leven we naar Mario Kart 9 toe. Echt, hè? Qua nieuwe content, althans. Want er is natuurlijk nog wel genoeg leuks te doen in Mario Kart 8 Deluxe ook. We hebben nog iets in de pijplijn, om het zo maar te zeggen, toch? Het is een enorm project. Oh, ja, ik moest even up-to-date. Ja, dan weet hij precies wat ik bedoel. Ja, nee, precies. Dat is wel inderdaad, dat is iets wat ik ook wel wil dat gaat gebeuren, inderdaad. Dat lijkt me wel echt super gaaf. Maar, dat zien jullie tegen die tijd wel. Die super gaaf, kan je zeggen. My boy! First. He did it! He just did it again! Het is een mis met mij vandaag. Hij wint er gewoon 2 en ik won de andere 2. Nou, hé, hey, maar zo zie je maar. Driften, waar is dat voor nodig? It's overrated, dude. Ja, toch? Nee. Zo, hé. Hey. Nou, hé, hey, maar dat was hem. Wauw. Ja, dat was hem. Ja, ik moet zeggen, ik dacht toen ik de race selectie dacht ik, maar ze zijn wel erg leuk gewoon. Ze zijn toch wel erg leuk. Maar toch mis ik Airship Fortress. Ach ja. Ach ja. Misschien komt hij wel gewoon in Mario Kart 9 als een retro course eruit. You don't know. Nobody ever knows. Hoe dan ook, in ieder geval was dit dan het einde van onze video voor vandaag. Als je het leuk vond, dan weet je wat je te doen staat. En als je het niet weet, ga ik je het alsnog even uitleggen. Laat een likeje achter. Abonneer op mijn kanaal als je het superleuk vond. En als je ook nog meer video's wilt zoals deze. Want misschien dat er nog wel dingen aan gaan komen binnenkort. You never know. Abonneer om up-to-date te blijven. En bovendien, ga ook naar Lucas' kanaal. Bekijk de video van Mario Kart van ons beiden bij Lucas. En abonneer je ook op zijn kanaal. En wat jij vervolgens gaat doen, is je gaat iedere video op dat godganse kanaal van begin tot eind kijken. Ja? Mooi. Goed. Gaan we zien in een stoende. Of een dag of een jaar, want dat zijn er nogal wat. Aha, precies. Ja, ben je wel even bezig. In ieder geval, beste mensen, ja. Van harte bedankt voor het kijken. Wil jij nog wat zeggen, Lucas? Goed. Nee, jouw community is nu al even zoet door dat wat jij ze hebt opgedragen. Ik neem toch aan dat ze dat gaan doen, dat ze dat aannemen van jou, of niet? Ah, joh. Ze doen alles wat ik zeg, joh. Hey, vrije wil. Nee, dan, vrije wil, vrij land. Zover. Yes, beste mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Tot snel hopelijk weer. Zien we jullie graag weer terug op onze kanalen. Jongens. Doei. Adieu.